Goedemiddag, welkom. 10 jaar Roze Kunstlijn. 2012-2022. En ja, u zal het kijken. Hier is het mee begonnen met Bob Rosé. De Roze Kunstlijn moet doorgaan en na 10 jaar. En als ik nou weer zie hangen hoe prachtig dit werk is, dan ben ik gewoon trots op alle kunstenaars. Want het heet Stil. Stil was eigenlijk de opdracht ook van de Kunstlijn Haarlem. Was ook stil en het is ook, als je het ziet, het hangt heel veel, maar het is, als je het kijkt, is het toch stil. Oké, Haarlem is met de Roze Salon begonnen, de ouderen in de Haarlem. Toen kwam ook Heemstede erbij, Hoofddorp kwam erbij, Velsen kwam erbij, Zandvoort kwam erbij. En nu komt ook volgende week Bloemendaal erbij. Dus er is gewoon behoefte aan dat we contacten met elkaar en ook met elkaar kunnen bespreken. En alles mooi. En diversiteit. Nou, wethouder Sam. En Sam is eigenlijk wethouder van diversiteit. En graag wil ik uw aandacht voor Sam. Sam Meerhof, met twee F's. En ik heb Dank voor de heel prettige introductie. U allemaal heel hartelijk welkom. Namens de gemeente Heemstede, namens het college van Heemstede en de hele gemeente. Heel fijn dat u hier allemaal bent en dat we hier samen naar al die prachtige werken kunnen kijken. We zijn er trots op dat we dit mogen organiseren. En ik ben er trots op dat ik kort een paar dingen tegen u mag zeggen. Zijnde de wethouder inclusie en diversiteit. Het is in ieder geval veel werk dat zet tot nadenken, tot reflectie. En ik hoop ook dat we daar met elkaar van kunnen genieten en lol aan kunnen beleven. Het is me een grote eer om hierbij deze prachtige tentoonstelling te openen. Dank u wel voor uw aandacht. Het is ontzettend fijn dat deze tentoonstelling hier weer is. En net als Sam hebben we denk ik met meerdere mensen wel gesproken over wat er hangt. En ik heb zo ook mijn voorkeuren die we soms met elkaar delen. Maar je hebt ook hele leuke gesprekken over. Fijn dat bepaalde kunstwerken niet helemaal in de cameralijn hangen als de raad vergadert. Nu geniet ik enorm van wat hier hangt. Dat hangt voor mijn gevoel ook veel en veel meer dan in eerdere jaren. En met een hele grote diversiteit, dus dat vind ik mooi om te zien. En ik vind het vooral de opkomst vandaag, vind ik echt magnifiek mooi. Dus ik wens jullie vooral veel plezier met elkaar, met de muzikale omlijsting die we vandaag hebben. En dank voor het organiseren hiervan, want wij zijn hier als gemeente ook ontzettend blij. Just like a child inside of life.